Ik zit hier aan de keukentafel met Gerard en Riekje van der Sloot. En die hebben vroeger een café gehad, de Marktzicht, in Boxtel. Klopt toch, hè? Dat klopt. Klopt precies. Ik ben helemaal benieuwd naar jullie verhaal. En ik wil eigenlijk vragen aan jullie eerst, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Dat was bij de Adelaar. Riekje werkte bij de Adelaar. En dat is op een zaterdagavond gebeurd. Het was tegen sluitingstijd. En haar zus die kreeg iets in de gaten, dus Dien. Die ging achter naar de keuken en ja, binnen 5 minuten sloegen de vonken over. Toen was het gebeurd. Dus het ging heel snel bij jullie? Ja, vrij snel. Ja. En hoe kwam dat? Waarom zat je bij de Adelaar? Jij werkte daar, Riekje? Ja, En jij was daar? Klant eigenlijk. Klant. Ja. Daar zaten toen andere mensen in, want jullie Frans zat altijd in de Adelaar gezeten. Frans zat er toen in. Oh, die zat er toen die al zat er toen in. Oh, okay. Ja, oh, nee. Ons Frans. En die is getrouwd met mijn zus van mij. Ja. Jij had zelf nog geen café? Nee. Ik ben thuis. Mijn oudste broer die had de zaak overgenomen thuis, dat was die buurtsupermarkt. En dan ben ik uitgestapt en toen ben ik op de markt begonnen. Heb ik gehuurd 2 jaar een stuk van de gebroeder van Bergel. En dat was de café-markt van 3 keer Haberaken. Het was alleen, de café was 70 vierkante meter, maar er stond al een zaaltje achter van een 60 vierkante meter. En zo zijn wij begonnen samen. Jullie zijn samen café-markt zich begonnen? Ja. Ja. En toen was het alleen echt een café? Alleen echt een café, ja. Ja, 1 zaaltje was er. Een klein zaaltje was erachter. En daar deed je al iets mee met dat zaaltje? Ja. Er waren allemaal vrij regelmatig een bruiloft in Nederland, toch wel hoor. Mensen zaten wel allemaal ja, kort bij elkaar, want er was bijna geen ruimte om te dansen en zo. Maar er was weinig ruimte toen in Boxtel nog niet gebeurde. Nee, dus, was het in Bellevue? Nee. Alleen Bellevue, ja. Mm-hmm. Ja. Hoe lang is dit nou geleden, waar we het nou over hebben, dat jullie daar begonnen? 1970. In 1970 zijn we begonnen. Toen heb ik net, als straks verteld, heb 2 jaar gehuurd. Toen hebben we het gekocht. Maar er zat achter een hele grote tuin. En mijn vrouw kwam uit het ziekenhuis met de bevalling van de tweeling. En toen was de kei was toen afgebroken, in die periode. Hebben ze de kei afgebroken. En de kei was? Maar was dat nou, ook nou café? Die winkel zit, weet je niet? Daar. Het gat van Mickey zit. Waar Mickey zit, oké. Dat was ook een café. Ja. En toen heb ik de kans gekregen om achter de zaal achter te zetten, achter ontsluiting. En dus in 1974 hebben we die zaal gebouwd. En ja. Toen kwam er eigenlijk pas een beetje leven op de markt. Hè. Ja, want daar kon je dus feesten en alles werd er natuurlijk. Ja, maar toen wij op de markt kwamen was het stil hoor. Ja, was het stil? De eerste jaren was het echt stil. Want wie zat er toen? Walter Heeren en Schouten. Nou. En Walter Heeren ging zondags tennissen en Schouwen die zo dood zondags, ja. En dan op een zondag, hè, dan deze paar jaar was het heel slecht toen. En net zoals waar de wagen zo zit en net zoals Beeklot, dat was het toen allemaal niet, dat was het dan toch ook wel? Ja, Beeklot was er wel, hè? Ja. Beeklot was er al. Die zat er al voor de wij begonnen. Oké, okay. Ja. Maar dat zat niet echt op de markt, wil je zeggen? Nee, dat zat er niet. Nee. En jullie hebben daar gezeten en de kei is toen weggegaan. Ja, toen heb ik die zaal gebouwd van 180 en 170 vierkante meter, zonder achter. Ja. Nieuwe keuken erbij, nieuwe koelcel erbij en bergingen en alles. Nou, die kregen we volop werk. Ja, toen was het, was er dan? Wat kreeg je dan werk? Bruiloften, alles en de verenigingen kwamen. Nou, allemaal vaste avonden natuurlijk. Maar we hadden ook veel bruiloften, we hadden echt heel veel bruiloften. Ja, en begrafenissen natuurlijk ook, hè? Ja, we hadden heel veel, ja. Hey, en boven hadden jullie ook een zaaltje, toch? Nee, dat is daarna. Dat is pas vandaag gekomen. Ja, dat is in 1979 geweest. Oké, maar was dat toen in het begin dan? Maar was niks boven? Nee, daar hadden wij slaapkamers toen wij begonnen zijn. Ja, natuurlijk, want dat was jullie. We hadden alleen maar slaapkamers en een klein keukentje achter de café. Toen we begonnen. Ja, toen wij begonnen. Maar toen waren je nog met z'n tweeën, toen waren de kinderen die... Ja, maar die tweeling was er vlug. De tweeling was er vlug, 71 werd ik. 71, tweeling al geboren. Ja, de tweeling geboren. En die hebben daar alleen naar boven? Allemaal boven. Allemaal boven. Over de geluidsboxen. Ging dat goed? Ja, we hadden zelfs een slaapkamer boven, die was van de carnavalsclub, ook nog. Was gewoon, we hadden helemaal geen huis eigenlijk, alleen slaapgelegenheid. Die waren eigenlijk dag en nacht aan het werk?
Ja, we wisten niet beter. Nee. En zoals zo'n tweeling, waar deed, want ja, die moesten toch ook verschoond worden en hulp, eten. En, hoe deed je dat? Wanneer het kon, hè. Wanneer het was. Maar je had hulp, hè. Je had wel hulp, ja. Want jij werkt al volop in het café, Merigie? Ja. Meer dan ik. Ja. Altijd bijna. Ja, ik was er altijd. En Danny alleen maar, je deed niet zoveel aan, ja, de kinderen vaste tijd, hè. Dat is nou al een vaste tijd, maar... Ja. Dan zei je gewoon van, nou dat doen we wel een half uur later of zo. Ja. Hè? En dat is ook goed, hè? En dat was ook goed. Ja, ja. Ja. Want dan kun je het allemaal beter in elkaar schuiven natuurlijk. Ja. Goh. En ja, de fles geven en zo. Ja, er waren bij ons in de café meestal wel klanten en die vochten erom om dat te doen. Dus. Ja, echt waar? Ja. Ja. En kermis en carnaval, dan hadden we zusjes, schoonzusjes die ze meenamen, de kinderen. Want ja, dan hadden we helemaal geen tijd voor. Nee. Hè? Dan, Want het was echt van jullie... Dan wilden we echt wel verantwoorde mensen ervoor hebben, hoor. Ja, kan me voorstellen. Die ervoor zorgen, ja. Ja. En dan is het ook fijn dat ze er niet waren, hè, de Klopt. Kinderen, hè. Want ja, dan is het zo druk natuurlijk. Want hadden jullie café, was dat altijd open of... We waren zoendjes gesloten. En de rest afgeen, van... Afgeen. Ja, afgeen. Alleen maar insluiten. Maar ja, kwam er een bruiloft tussen, dan waren we niet gesloten. Kwam er een uitvaart tussen, dan moesten. Want ja, ja. Dat konden niet nee zeggen. Wij wisten zondags pas dat we zoendjes een vrije dag hadden. Ja. Want dan hadden we een begrafenis, hè, dat duurde altijd een dag of drie, vier. Ja, dus ja. En wat deed je dan op zo'n vrije dag? Hadden jullie dan ook echt zo van, nou zijn we met z'n tweeën, de deuren blijven ook echt dicht? Of? Ja, de deur was eigenlijk bij ons nooit dicht. We gingen smoesjes met de kinderen mee? Ja, namen de kinderen mee. Ja. Als het kon, hè? Als het ging. Of we gingen ergens met de kinderen iets eten, of dergelijke. Dat deden we wel vrij veel, om te zeggen bij. Of we moesten wat boodschappen doen. Toen de kinderen groter werden, werd het anders. Ja, want jullie hebben uiteindelijk vier kinderen. Ja. Ja. Dus, vier meiden. Ja, vier meiden, hè. Hoe krijg je het voor elkaar, zou ik zeggen. Ja. Vier meiden, hè. Potverdikkie. Eerste tweeling en na een paar jaar kwam de volgende natuurlijk. Ja, en dat bleef allemaal nog boven... Nee, toen hadden we het huis al gekocht. Toen hebben we, even kijken. Van daarnaast, maar de manier... Nee, dat was Mils Helma. Mils Helma. Ons Helma is nou 36 geworden. Toen ons Helma geboren is, hebben we, want dan zinnen we nog, nieuw huis, nieuw kindje. En zo was het ook, ja. Zo ja, was het ook. Ja, ja. En ja, toen kon je het huis naast het café. Zelma is geboren in het ziekenhuis, maar in ieder geval toen wij daar woonden, ja. En dan worden die kinderen groot, want dan wordt het moeilijk. Dus dan, toen werden ze een jaar 7, 8. En dan denk je, ja, die hadden eigenlijk niet veel tijd voor. Nee. En toen kwam er eentje, en zei, ja, papa, ik wil een pony. Ik zei, jij krijgt een pony. We hebben een pony gekocht, die hebben een vader lag in de huiskamer, vergeet nooit meer. En we gaan naar binnen en in de stoel, maar neem pony mee in de huiskamer. Hè. We bommen maar in de stoel. Hij zei, wat moet dat met dat ding? Ik zeg, ja, ons Jan wil een pony en jij moet zeggen dat het plaats is, want hij wil met een pony rijden. En toen zijn ze begonnen ermee. En toen je een ander nog, de tanden van de tweeling. Ja. Maar die waren een beetje bang van. Ik denk, die vond het spannend. Die vond, die heb ik 20 lessen in de menege in Liem laten doen. Oké. En dat ging goed. En zo hebben ze altijd paard gereden. Ja, want jullie zijn echt paardengek. Opa was altijd hoofdsponsor, hoor. Oh, altijd geweest, dat kan niet anders, hè? Ja. Onze Jan is gereden tot 38. En toen is ze bij Wendy begonnen en toen is ze mee opgehouden. Oké. Okay. Want dat ging niet meer. Nee. Je kunt het dan niet meer combineren, Nee, je kunt het niet meer combineren. Hey, en jullie, hadden jullie samen ook iets een bepaalde hobby? Of dat jullie zeiden van, of jullie hadden eigenlijk meer, of het werk, dat was jullie hobby. Ja, dat was ons hobby, ja. Of het gezin. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Hey, Rieke, want jij stond eigenlijk altijd achter de bar. Ja, ik weet niet beters. Ik weet niet beters. Want, echt niet. En jij ging altijd behoorlijk vroeg open, 's morgens, toch? Ja, er zijn tijden dat we dus heel vroeg open waren, hè? Vooral vrijdags. Ja. Zondags altijd om 10 uur. En waarom was dat zo vroeg dan, zondags? Ja, toen kwamen de mensen, hè? Met fietsen. Maar in het begin, ik herinner me nog, in het begin was, wij zeiden ook van 's maandags, hè, een uur of 10 open, dat is vroeg genoeg. Maar toen poetste ik alles nog zelf, want ik had geen geld voor personeel te betalen. Dus op een gegeven moment stond ik daar en er klopte op de deur, hè. Want er waren die bouwvakkers, die bleven gewoon 's maandags thuis. Die gingen niet werken, dat was toen. Ja. Dus maak die deuren zo open. Ik zeg, ja, maar ik moet nog poetsen. Zet die helemaal aan de kant, kom erbij zitten. Zo ging dat. Ja. Ik denk, ja, dan doe ik dat werken maar. Dus daar hielden we voor het rekening mee. Dat waren gewoon een bepaalde groep mensen. Die altijd kwamen. Maar die kwamen altijd en dan moest je dan ook de deur openmaken. Dan zag je ze nooit meer. Nee. Want dan gingen ze gewoon kwaad weg. Ja.
En ja. Ja. We zaten er hard zat weer, of niet? In het begin. En in het begin ben je blij dat iedereen natuurlijk dat vol is. Ja, nou. Dat je maar verkoopt en zo. Ja. Hè? Want toen jullie begonnen, jij vertelde, je hebt het eerst gehuurd en later heb je het gekocht. In 72 hebben we het gekocht. Ja. En toen hebben we 79 hebben het voor de café helemaal plat gegooid. Alleen het dak is opgebleven. Okay. Toen is er een bovenzaaltje boven gekomen. Die hebben een heel nieuw café. Met een biljart erin. We hebben het café gewoon doorgedraaid. En dan het achterzaaltje hadden we een biljart ingezet. Mm-hmm. En toen hebben we nog, hoe lang hebben we doorgedraaid? Een maand of 3-4. En dan konden we blijven zitten zo. Er kwam nooit geen politie. Dus we hebben heel veel plezier gehad daarachter. Ja. Dat was maar 7 uur. Oh. Ik zeg toch 3 maanden dicht moeten. Ik ben ook klanten kwijt, Jozef. Ja. En die ruimte hadden we toch. Ja. De mensen kwamen eigenlijk toch wel voor jullie, hè? Ja. Als jullie, hè, want je kunt het wel gezellig maken, maar dan als jullie met zo'n gezicht staan, komen de mensen toch ook niet. Maar nee, het publiek bij elkaar moet het ook maken. Hè? Ja. Dat het publiek samen elkaar goed eens is. Dan loopt het van ijs. Ja. Dan heb je geen probleem mee. Nee. Ja, want als ze dus bij ons komen en ze zitten alleen maar bij ons, werkt het ook niet. Ze moeten toch haar eigen vrienden, haar eigen voor maken. Ze zoeken elkaar. Wij hebben ook een tijdje geadverteerd, hè, met café waar u altijd vrienden ontmoet. Ja, dat is wel leuk. Ja, maar zo is het ook. Daarom ging men ook eigenlijk naar het café. Ja. Hè, om elkaar mensen te ontmoeten. Niks. Hè? Nee? Mensen hadden ook niks, Josephine. Nee, was dat zo? Ja. Nee. Hoezo niet? Ja, de televisie natuurlijk wel, maar... Ja, maar ook de vakantie, niet zoals het nou... Geen vakantie. Ik zal je vertellen, ik was in 75, 76, toen had ik die zaal al gezet. En toen zei ik tegen een collega, ik ga vrijdags een matinee draaien. En man zei, dat gaat er niet. Ik zeg, moet je eens opletten. En dat was toen de tijd, toen ze hadden wel bouwvakkers die dadelijk en mensen die werkten, of niet vakantie hadden, maar die bleven allemaal thuis. Ja, dat is ook. Ja. En die weekmarkt, die gingen allemaal naar de markt. Hè. Toen, als de markt was, dan knettergoed met de bouwvakvakantie. Oh ja? En ik had een stuk muziek, ik vergeet het nog, die kwam uit de Peel, die kostte 1000 gulden voor drie optredens. Oh, drie tijden daar, vergeet ik nooit meer. En die begon om 11 uur, Josephine, en dan liep die tent knettervol. Ja, s'morgens om 11 uur. Van voor tot achter. In de achterzaal zat zelfs een hartstikke vol. Ja. En dan was het ooit om 3 uur moest de muziek eruit, want ooit zat er een 4 al een bruiloft in. Ja, dan was het pees hoor. Zo poetsen in. Ja. Van s'morgens tot s'nachts 1 uur 4. Dan, dat waren veel uren. Ja, dat zijn veel uren. Maar dat was dan ook wel natuurlijk wel ontzettend veel waardering. Hoe lang hebben we dat gedaan? Vrij lang gedaan. Ik weet niet of Want op een gegeven moment hadden we. Ze meer op vakantie. Ja. We hadden woensdags muziek zitten, we hadden vrijdagsmorgens muziek zitten, we hadden zaterdags muziek zitten, we hadden zondags muziek zitten. Ja. En alle dagen was het. Ja, hadden jullie zoveel muziek altijd? Toen wel, in het begin. In het begin. Maar dan werd het veel te duur. Voor jullie ook natuurlijk. Toen de bouwvakkers over de bank. De salaris kregen, dat voelden wij het ook, hè? Dan zijn Dan gingen die container veel kwijt, hè, dadelijk. Ja. Dus bij die boeren die stallen zetten. Ik weet wel, als ik zaterdags, dan moest ik zorgen dat geld genoeg in huis had. Want er kwamen die bouwvakkers, die kwamen zaterdag naar ons toe. En dan moest ik natuurlijk van duurend gulden wisselen, want die waren wezen werken bij die boeren. En die vonden allemaal die lappen van 1000, hè? Oh ja. Dadelijk. En dat moest uitbetaald worden en dan kwamen ze naar ons om te wisselen. En dan waren ze 1 uur 3 waard bij ons, 1 uur 7 gingen ze weg. Dan wisten ze misschien niet meer dat ze weg waren. En het briefje was ook stukken kleiner. In de bouwvakvakantie, Josephine, en de tafel stond vol met bier. Dat was altijd, Geeft hier iets. Ah, dan moet je kijken wat er nog staat. Ringt Ursus op. Bijzetten, opruimen, nieuw brengen. Zo, dan denk dat was ook vroeger, liep je ook met beladen bier rond. Dat was gewoon, dat zie je nergens meer. Nee, goh. Maar is er toch veel veranderd dan eigenlijk? Heel veel veranderd, ja. Hadden jullie ook zo, Riekie, want net zoals voor jou, voor overdag, hè, dan ging je open, op een doordeweekse dag. Dan kwamen er misschien wel mensen, maar dan zat net de bar vol, denk ik, hè? Nou, we hadden toch wel altijd wel, wel mensen, hè? Ja. Mensen overdag. Nou, die dan vrij waren? Veel onze vaste gasten, maar ook mensen die en dan aanlopen. En bouwtijd, hè? Meneer 4,5. Ja, dat was bij ons echt. Bouwtijd? Nou, voor het eten een broodje drinken. Ja. En dan namen ze er een stuk of 2, 3. En dan gingen ze weer. En dan gingen ze weer, maar dan wisten we precies. Ja? Of ik zie die vandaag niet. Hé, ik heb hem niet gezien vandaag. Zou die ziek zijn? Of,
Ja. Bouwde dan wel met zo'n mensen een band op? Jawel. 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 Want ze moeten toch ook allemaal wel eens hun verhaal kwijt, hè? Als je dat achter de bar staat, heel veel aan, hoor. Je hoort heel veel. Ja. Goh. Ja, je hoort heel veel, maar je moet ook... Over zien en zwijgen, zeg. Ja. Maar je moet ook niet alles meenemen, want... Nee, want je kunt ook zeggen, het is... Ja, hè, ja, je kunt meeleven, maar het zijn dingen, ja, natuurlijk. Want ze gaan er zelf een onderdoor, Rieke, ja, natuurlijk. Dat klopt. Dan gaat er een onderdoor, ja. 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 Nou, heb je toch wel altijd al meegeleefd met de mensen, Gerard? Zo links en rechts? Jawel, ja, jawel. Maar dat waren verplicht eigenlijk. Ja. Kijk, en de klant is koning, ja, als het erover uitgaat. Als je het in eigen tenminste koninklijk gedraagt, ja, zeg ik altijd. Want gaat er wel, die waren nooit vervelend. Ja, want hebben jullie ook wel eens... Ik kan me nog herinneren als jong meisje, dat weet ik nog wel. Dan kwam ik ook wel eens bij jullie. Zo met kermis of met carnaval. En dan moest ik, zag ik jou al staan in die deuropening. En dan dacht ik, goh, wat een groot en brede mens. En dan was ik nog helemaal rood. En een handdoek had je wel. Dan ging ik met een rode schoot, zo was het ook. Ja, een handdoek. Handdoek was, en dan dacht ik altijd van, dan hoorde ik wel eens van, nou, ze hebben er weer een paar buiten gezet. Want nee, dat was lastig. Eigenlijk was dat toch niet, nee, want nee? Die handdoek was wel leuk. Ze zagen hoe al. Ja, ze stond er wel, hè. Ja, maar ze moeten hem gezien hebben. Ja. Dus ze moeten respect gezien voor hebben, ja. Dat gaat het om, hè. En het gebeurde meerdere malen, als ik daar bij spreken, in een café gebeurt ook wel eens ooit, dat ik dan even weg was en dan gebeurde nooit iets. En altijd als ik weg was. Ja. En maar er waren die stiekem knapen waren, hè. Die wisten goed, als ik in de buurt was, ja, dan konden ze vertrekken. Ja. Wij waren ook wat dat betreft goed op elkaar ingesteld. Want ik stond in de café en ik zag de mensen allemaal binnenkomen. En oh wee, als ik al iemand zag, dat ik denk van, oh jee, die moet in de gaten houden. Dan ging ik zijn, hè. Ja, dan... ja, dan gingen zij naar elkaar. Was dat was de afspraak. Ja. Twee woorden of zoiets? Om niks te, nee, tegen elkaar te zeggen. Nee, dan was het. Nee, is goed, ja, komt goed. Dat was een knipoog, was dat zat. Ja. Ja. We hebben echt heel veel problemen hebben niet gehad. Nee, dat valt wel mee. Normaal. Ja. Normaal. Dat valt wel mee. Wat erbij hoort. Hè. Het kan niet altijd goed gaan. Natuurlijk. Nee, er zijn een openbaar gelegenheid voor. Ja. Dat kan niet anders. Je hebt natuurlijk ook wel heel veel leuke dingen meegemaakt. Nou, weet wat. Ja. Jawel, ja? Heel mooi. Veel mooie verhalen. Nou. Vertel eens, weet je nog iets? De mooiste eigenlijk dat ik meegemaakt heb, is toen we 25 jaar erin zaten. Toen hebben we alle bejaarden uitgenodigd. Boven de Langenberg, die zat met liedertafel bij ons. Ik zei, broer, ik wil iets gaan doen met het 25 jaar jubileum. En wat is dat? Ik zei, moest jij mij helpen? Ik zeg, ik wil alle bejaarden van bejaardenhuizen wil ik uitnodigen. Dat kan in 2 dagen, dat moet dan in 2 dagen, want er waren nog veel. En dan moet een programma in elkaar zetten voor die oude mensen. Oh, en dat was heel goed gelukt. Ja, wel leuk. Ja, een mooi decor aan ze gemaakt. En ik was naar de bejaardencentra gegaan met de directeuren. Oh, dat was mee, hè. Ja, wij zorgen voor het vervoer, wij regelen de rest allemaal. Nou, dan regelen wij in huis alles. Ja. Consumpties en dat is zo leuk geweest. Ja, zo leuk geweest. Dat was zo mooi geweest. Er kwam een man, hè, achter in de zaal, die kwam feliciteren. En wat had hij? Een cadeautje had hij bij. Hij zei, en niet aan jullie Gerard zien zitten, in de laten zien zitten, want dan eet je hem helemaal alleen op. Dus ik maakte hem open, we denken wat erin zat. En een Mars. Ja, nou, Jozefien, dat blijft ook bij, ja, hè? Ja, en een Mars, dus ik naar hem toe, hè? Ik zeg, oh, Gerard, je moet toch eens kijken, dat is toch mooi, hè? Ja. Zult hem op te eten, hè? Ja, ja, die zou eigenlijk niet op moeten eten. Maar leuk, maar, want dat is zo'n groot gebaar. Ja. De eerste keer hadden we. Ik weet niet hoe dat er geweest is, dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel, de eerste keer zaten ze al zo goed als helemaal vol. En de tweede keer toen hadden, ja, het waren er misschien wat minder, Gerard, maar die hadden dat, s'avonds hoorden ze allemaal, hè? Ja. Ja. Van de vorige dag. Dat zo gezellig, dat zo gezellig was. Ja, dat was echt leuk. En advocaatje en citroentje. Je hebt een heel programma gemaakt, speciaal voor hen. Speciaal voor hen. Wat leuk, zeg. Omdat wij dus eigenlijk 25 jaar in de zaak zaten. 25 jaar eerder hebben wij altijd, van veel mensen onze boterham kunnen verdienen. Ja, die nou misschien dus oud waren. Het was zijn idee. En ik vond het echt hartstikke leuk. We hebben er een album van. Ja. Jozefien, en we foto's van laten maken, nou geweldig. Als je dan die foto's die, nou terugkijkt. Ja, en die boekjes die ze allemaal geschreven hebben, het moest allemaal inschrijven. Ja, moest allemaal inschrijven. Wat leuk, hoor. Ja, dat is wel leuk. Allemaal echt heel, heel mooi was. Want dan waren er ook mensen, oude klanten van jullie, die daarbij zaten? Allemaal, ja. Oh, wat leuk, zeg. Goh, dat is wel een leuk idee om net te doen. Ja. Toch? En nog verder, nog iets meer zo, dat je kan vertellen van...
Ja, ik ben altijd zo benieuwd naar die gewone verhalen. De oudjaarsavond. Ja? De oudjaarsavond zou dan, wij hadden ooit hem dan... Ze hebben tegen mensen, kom vanavond maar terug, dan doen wij een oudjaarsbarrel nemen. Dat was in het begin, hè? Ja. Maar als de kinderen waren klein. Er waren mensen in de zaal, waren mensen zaten dan, zaten mensen in café, die moeten wouden niet. Maar er waren heel veel cafés waren gesloten. Ja. En dan zaten er wel van die, ja, kinderen wel. Veel vrijgezellen bij ons, nou, als klant. Ja, maar, die eigenlijk alleen waren. Ja, en dan zouden wij, ze weten wat we doen, blijven vanavond veel langer open, een oudjaarsbarrel. Maar er waren wij die wouden niet bij hebben. Hebben die mensen allemaal weggestuurd? Ja, ze zijn wel, en, ik kom daar voor terug. Kom maar terug. En dan terug. En dan kwamen ze weer allemaal terug. Ja. En dan moest de deur dicht en dan was het toch gezellig. Democratie. Ja. Ja. Oudjaarsborrel. Er kwam bij mij eens een keer een man, was toevallig ook, ik zal het, een duivenmelk was. Ja. Dat mag ik wel zeggen. En ook een heel goed mannen was hij. Ja. En ik kwam op een gegeven moment binnen en zit hier. God, Rieke zit hier, het is toch niet normaal? Ze hebben me buiten gezet. Ik zeg, buiten gezet? Ja, ik mag niet meer slapen, zit hij thuis. Ha, dat maakt er niks uit. Zeg, ga de spullen maar halen thuis, kom maar hier. Dan slaapt hij hier maar, zeg. Zin ik zomaar met een flauwe kul. Maar ik denk, ja, het zal wel goed zijn. Ja, dan stond hij toch. Een uur naar de rand stond hij met zijn spullen. Een taxi bellen, een uur naar de rand stond hij met zijn spullen binnen. Rieke, wat moet ik zijn, zit hij. Ik zeg, oh, maar dat was helemaal niet mijn bedoeling. Ik denk, ja, ik heb 4 kinderen, dat kan ik niet maken. Hè? En ik heb daar zomaar gezeten, denk, ja, dat doet hij toch niet. Maar hij deed het wel. Dus hij kon echt niet meer thuis. Dus, maar het was toevallig iemand bij ons en die zei van, geef niks, ga maar mee naar men toe. Die man woont ook alleen, dus daar kon je door blijven staan. Er is hij weken geweest. Ja, echt waar? Dus ik ben blij dat hij bij mij niet door is. Ik kwam er nooit meer vanaf. Maar je hebt hem niet zomaar buiten staan? Nee, hij zat niet buiten meer. Ja. In 88 kwamen er 2 mannen uit Amsterdam. Die kwamen bij ons met carnaval. En dat was een hele grote rug, die rug hier. Een hele grote mens. Maar we kenden ze toen nog niet, was eerst nee, we kenden ze niet. Op een gegeven moment stond er achter bij de shoebox toen die. En hij zegt tegen zijn maat, hij zegt, ik zie allemaal mensen achterlopen, zie je, er komt niemand terug. En ze zijn achter, die kwamen naar achter gelopen en toen kwamen ze in de zaal. Hè. Nou, die hebben er ook uitgekeken met de tweeën. Het jaar erop zijn ze terug. Komt Oase met? Met 3 of met 4? Met 3 of met 4. En die zijn tot... die zijn nog lang hier geweest. Het laatste jaar ook nog. Twee jaar zijn ze... Hebben ze bij ons gevonden in het huis gelegen. Ja. En die kwamen ieder jaar uit Amsterdam? Ja. Die hier carnaval vieren? Carnaval vieren. En begin waren ze ooit mijn man, 14, 15. En die gingen op een gegeven moment slapen, buiten Bokstel. Dan moesten ze met de taxi. En toen zei ik, nou, dat is toch zonde. Ik zeg, als we ze toch eens achter in de zaal neerleggen. Ik zeg, maar je moet wel bedden meebrengen. Dat mocht niet. Om 10 uur dan zet ik de muziek goed hard en dan werden ze wakker, hè. Ja, maar dan begon het weer natuurlijk. En dan gingen ze naar de ketting, gingen ze de eigen douchen. Echt waar? Ja. En dan kwamen ze bij ons. Ze hebben zo leuk contacten mee gehad. En dan had ik de broodjes klaarstaan voor hun. En dan, in het begin hebben ze nog eens gegeten bij de ketting. Maar op een gegeven moment kregen ze daar, waren ze niet meer zo welkom. Oh ja. En ik zeg, geef niks, want een broodje maakt ook niks meer uit. Dat maakt dan ook niet meer uit. Hoor. Maar er zijn altijd onze goede vrienden gebleven. Ja, altijd. Ja, altijd. Want heb je dan nog contact mee? Ja, nog. Och, wel leuk zeg. Eén, die grootste dan. Die is overleden. Ach. Ja. En wij zijn, ons Gerdy en ik, zijn met Koninginnedag nog even in Amsterdam geweest. Op de Prinsengracht woont hij. Oh. We zijn vorig jaar, met de inhuldiging van de koning en koningin. Mochten jullie gaan kijken? Zijn we daar blijven slapen 2 nachten op de Prinsengracht. Dus hij was al lang blij dat jullie een keer terug kon vragen. Hebben ze al zo dikwijls gezegd. Heel leuk. Nee, want we hebben een cadeau gehad van hun. Ja. Toen wij stopten, oh, dat moet ik ook nog vertellen, ja. Mochten we mee met heel ons gezin. Allemaal, ja. Naar Seel Amsterdam. Kinderen, kleinkinderen, aanhang. Seel Amsterdam en dan kregen we rondvaart. In Amsterdam en die kwamen ons ophalen en zijn heel de Seel Amsterdam rond en s'avonds nog op stap. Ja, s'avonds nog. En een etentje kregen we nog. Ja. Dat was het cadeau, het afscheidscadeau van hen. Ja. Dat is heel leuk. Maar we beleven nog steeds contact. Ja, maar jij zit nou voor het ook allemaal op leeftijd natuurlijk, die mannen. Ja, want 88 tot, even kijken. Zijn die ene is 69, die nou nog, die ook nog leeft. Ja. Maar dat was een van de beginnelingen, zou ik zeggen. Ja, ja. Oh, dat is wel leuk dan. Dat is heel leuk. Even kijken, hoe lang zijn die in Bokstel gekomen? 88, 98, 2008, 20? Ja. Klein 20 jaar, denk ik. Ja, niet helemaal 25 jaar. Nee, geen 25. Dat zal weinig schelen.
Ja, ja, gewoon. Ja, hele carnaval. Hij werd ook gehuldigd door de Prins Carnaval hier in Boxtel. Ja, ja. Hier, ja. Aan de medaille. Ja, ja. Ja, maar leuk. Maar en die bleef ook echt die carnaval altijd bij jullie gewoon. Ja. Ja, dan gingen we op de markt, toch? Ja, ja. Tuurlijk wel. Kun je je nog herinneren dat wij teksten allemaal op de band hadden staan? Met carnaval. Van verschillende carnavals. Annemarie. Ja. Annemarie. En daar mogen ze mee in huis hebben. Amsterdam. In Amsterdam. Ja, daar en dan hebben ze... En dan met koningin de dag? Met koningin de gang ze daar buiten. Langs de gracht. Ja. 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 Dus al die boten die er langs komen. En dan zet ze het liedje op, hè. En dan iedereen zingt mee. Ja. En dan met zijn maat, zijn stok, een maatstok. En dan liedjes aanwijzen, hè. Ja, ja, dat was geweldig. Ja, maar Rieke, want ik kan me ook nog herinneren. Jij was degene van de muziek, hè. De singeltjes nou, en muziek, zo, nou. Hè? Ging iedere week singles halen. En wat ging je halen dan? Even een broek. Oh ja, en ik ben ooit op de fiets naar Oosterwijk geweest. Dat was één single, dat kon ik hier niet krijgen. En dat was toen een grote hit. Dat ik toen niet op de jukebox heb. Daar maakte hij niet mee. En ik op de fiets naar Oosterwijk. Oosterwijk, ja, helemaal achteraan op de lint. Ja, aan de rechterkant. Ja, okay, plaats. Ja, direct toen gehaald. Ja? Ja. En die, ja, dat kan ik me herinneren. Die jukebox, die stond er altijd. Ja, de jukebox stond links. Oh, dat weet ik nog wel, ja. Het is allemaal lang geleden weer. Ja, lang geleden. Nou kan ik, ach, nou die muziekkasten allemaal ziet, ja, het is allemaal, ze zetten gewoon een programma, nou ja, het is eigenlijk hetzelfde als een jukebox, ja, maar toch anders. Ja, dat wel. Het is zelfs mijn pilske tappen, hè, als je dat ziet met die, via een computer, ja, of zoiets, wordt dat, ja, precies om zo, ja, min mogelijk bier te knoeien. Te knoeien, hè, ja. Het is anders gewoon. Het is anders, maar ja, dat mag ook, hoor, ja, want alles wordt anders, hè. Ja. Hoe lang heb je het café gehad? 35 jaar. Goh. En in 86 hebben we dan de keistamper erbij gehad. Dat is 86. Och ja, die hebben je ook gehad, de keistamper. Ja. Hoe kom je daarbij om dat te doen, de keistamper? Nou, dat was een heel ander soort café. Ik had verbouwd toen in 79 de zaal. En toen kwam Elsje. Elsje, die woonde... De meubelzaakje dat ertussen zat, weet je nog? Ja, dat weet ik nog. Nou, en dat ding was te koop. Ze ging verhuizen of iets, ik weet niet meer. Maar er moest een inschrijving. Nou, ik had ingeschreven en ik had zo'n hele goede prijs, maar het was maar 60 vierkante meter, geloof ik. En het zat tussen twee panden in, helemaal geen achterom of niks. En ik had een tracteur laten komen, hij zei nou... Hij noemde mij de prijs. Nou, ik zat er denk ik wel bekend meer dan de helft boven. En ik had het nog niet. Had het nog niet? Ik had het niet. Ja, ik pach. En toen kwam daar van Knoops. Eindje verder. Ja. En ik toen voor dezelfde prijs gekocht. Al die tuinarten. Ja. Maar van Elsje wilden we eigenlijk bij de café betrekken. Want we hadden heel weinig ruimte achter de bar. Ja, oké. Okay, als druk was, we botsen altijd in elkaar, want het was maar zo'n ruimte. Ja. Het was maar smal, eigenlijk wat dat betreft. Een stukje erbij, dat scheelt er veel. Ja, is ook. Maar toen hadden we ook het idee, tenminste Gerard had het idee, van god, de mensen worden ook allemaal ouder en er komen ook jongeren. Dus misschien uiteindelijk, daar is een jongere tent van maken. Ja. En het ging wel zo goed, Joost. Maar 86, ja. Als de jongeren, die liepen voor het achterdeur, ze konden achterdeur de zaal bij ons. Naar de keistamp? Naar het café. Oh ja. We gingen allemaal binnen de deur. Iedereen kende de weg. Was het nou eigenlijk, het café waar later de mix is gekomen? Nee. Ja. Oh, ja, en een buurman. Twee met die sparkas, ja. Oh ja, dus en een buurman. Ja. En later hebben jullie ook nog in de Adelaar gezeten. Want het was een mooie tent. Ja. Ik had voor 10 jaar gepakt en toen zijn ze hem opgehouden daar. Ja. Want wij wouden ook ophouden, dadelijk. Anders waren wij een jaar en drie eerder. Waren wij, ja? Ja, dan was ik 3 jaar eerder. Zeker 3 jaar eerder was ik mee. Ja, maar dan hebben we daar dan mee afgewerkt. Oh, ja. Want wat betekent dat? Iets pachten? Dan betaalde jij huur over de inventaris en alles. Ja. Dus dan zei je, nou, ik pacht voor 5 jaar met een optie van 5 jaar. Ja, dan hebben alles. En dan zei jij, na 10 jaar, zei je, nou Frans. Bedankt. Je bent bedankt, je zoekt maar een andere gegaan. Ja. Oh, dan moet hij een andere gaan zoeken. Ja. Anders moet ik dat zelf doen. Oké, okay. Oh, dat is wel mooi goed bekeken dan. Ja. Dus daar ben je toen mee gestopt en toen ben je met alles ook gestopt? Toen zijn we alles gestopt, ja. In 2005. We hebben nog twee jaar. Twee jaar hebben we nog de café gehad. En toen was ik, dat was het mooiste, want wij waren eigenlijk... Ik had eigenlijk gekocht voor 1 januari. En ik lag in het ziekenhuis. En toen kwamen ze aan de brouwerij, kwamen ze of alsjeblieft open wou blijven. Ik kan er wel.
Toen kwam hij mee in het ziekenhuis en ja, maar nee, ik doe het niet. Ik zeg, nou, wat willen we dan? Ik zeg, je kunt doen of niet doen. Ik zeg, maar als je, in, als je dan sluit met carnaval, dan vertrek ik en kom ik niet meer terug naar Bochtel. Je kunt al die mensen niet op straat zetten, wat er niet? Nee. Oh, een moeilijke beslissing. Ja, dat is een moeilijke beslissing, zeker ja. Als je het niet hebt gehaald, hè? En toen heb ik gezegd, nou, mijn carnaval viel vroeg. Toen heb ik gezegd tegen jij, ik heb een na-carnaval, dus de laatste week. Heb je de kinderen bij elkaar? Ja. Om te overleggen, want ja. Ja, dat kon niet anders, man. Ja. Die club, die carnavalsclub, zo hadden twee, ja. met twee kapellen erbij, die kunnen het liefst wel zetten, man. Nee, dat is ook, hè. Want het is ja, vol. Maar het was wel een gezellige carnaval. Ja? Ja. Het was wel gezellig. Ja, ja, we hebben niks verdiend. Niet veel verdiend. Nee, dat was ook de laatste carnaval. Het was ook emotioneel, eigenlijk. Ja. Het was eigenlijk, want we hebben naar de rand officieel afscheid genomen, maar eigenlijk was carnaval officieel, eigenlijk. Dus ja. Hey, en toen, toen zijn jullie weggegaan, hebben jullie 2 jaar in de Mosmeelstraat gewoond en daarna zijn jullie hier gewoond. Ja. Hoe heet het hier nou precies? Barnei. De Barnei. Okay. Vroeger de Blanca gezeten. Ja. Goh. Ideaal, zit toch nog in het centrum. Ja. Mooi nou, overal dichtbij. Ik wou eerst eigenlijk naar de Kroon. Oh ja? Waarom? Ja, dat weet de markt. Niet. De markt. Ja, dat wilden we eigenlijk. Ja, dat wilde de markt. Maar dan had ik een collega die zei tegen mij, Gerard, ga nooit kort bij jouw café wonen. Moet het niet doen. Ik zeg, waarom? Hij zei, ik heb er al zoveel gesproken, mensen die dat gedaan hebben, die hebben allemaal spijt van. Nou zitten we hier en we zitten in het centrum, maar we hebben helemaal geen ergen dat we in het centrum zitten. Ja. Want 's morgens als ik de deur openzet, dan hoor ik de vogeltjes fluiten. Ja, geweldig. Dat is geweldig. Nou, snap ik, je hebt zo'n behoefte ook niet meer aan. In het begin? Ik mis het misschien wel. Nou, in het begin ben ik 14 dagen thuis geweest. Ik zeg, nou, nu wil ik toch wel zeggen van de met. Of 3 weken, ik doe het 3 weken was. Ja. En in het begin is dat wel even, dan zoek je toch wel die mensen even op een keer, of Smaners dan, die gaan altijd zelf in groep. En dat was toch wel leuk zo ooit, maar op een gegeven moment wordt er steeds. Dat was verwaterd en die zie je ook niet meer. Nee. Je ziet helemaal niemand meer. Nee, gek hè, mensen verdwijnen toch uit je leven hè. We gaan weer verder natuurlijk hè. En ik denk ook, jullie café is gewoon weg. Ja. Want alles is veranderd. Ja. Want jullie zijn wel op tijd vertrokken hè. Want het is toch niet makkelijk om tegenwoordig een zaak te runnen, hè, in de horeca? Nee, zeker niet. Nee, maar de lasten zijn wat hoog, de huren zijn hoog. Ik heb, ze hebben allemaal, maar ik vertel, in 93 of 495 begon het met de geluidsoverlast. Daar begon het al mee, met de decibels moesten naar beneden. Ja. Voor de maar, mensen die er woonden eigenlijk? Omwonenden, ja, daar kwamen de klachten. En wij hebben er ook problemen mee gehad met de kruisdamper toen, ja. Ja. Moet een sluisje moest er gemaakt worden, of moest je, de isolatie moest weer veranderd worden of verzorgd. Kost ook allemaal een hoop. Nou. Ja, dat kost echt heel veel. Nou, de zaal heb je toen ook heel veel aan moeten spenderen. Vroeger was het heel anders. Ja. Het was vroeger. En, nou, dan krijgen ze daarna, hebben ze de... Het rookverbod? Ja, het rookverbod, ja. Ja. En nou 18 jaar. Ja. Dus er is al heel veel weggevallen hoor. Nee. Ik neem een pijtje. En dan tot 3 uur open. Ja. Ja. Ik neem een pijtje af voor degenen die nou een horecabedrijf hebben. Ja. Echt waar, neem ik een pijtje vooraf. Ja. Dan is vroeger hieruit, toen jij de zaak kocht, het ging toch allemaal veel makkelijker. Je gaat naar de bank, je krijgt geld. Ja. Niemand deed moeilijk. Ja. Ja. Maar jij moet je voorstellen, Rieke, dat er bij jullie een rookverbod was, hè? Oh, vreselijk. En een bouwvakker, en hè, daar komt toch allemaal drinken, gezellig. Nou, ik had het... Dat kan toch niet? Niet geleden, denk ik. Ik weet niet. Ik vind toch steeds bij een glaasje bier hoort een sigaretje bij. Nou, ja. Verkeerd. Ik vind een restaurant, zal ik niet zeggen, daar is eten bij. Maar ik vind in een kroeg, ja, sorry dat ik moet zeggen, daar hoort een sigaretje bij. Ja. En met al die installaties die ze tegenwoordig hebben. De regering toen verkeerd aangepakt. Er was die kleine zaken, die mochten wel roken, zonder personeel. En dan die andersom met personeel wel, klaar. Het was kolder. Kolder is dat. Nergens op. Nee. En nou is het lichter bij de gemeente. Ja, de gemeente moet nou de controle doen, hè. Ja. Over 18 jaar roken en alles. Nou, ik heb toen gezegd, als het is dat we eruit gaan, maar als ik er nog in had blijven zitten, ik weet zeker dat ze mij nou mogen roken. Ja. En ik ga naar de koningin gaan. Maar die heeft ook gezegd, in dit geval naar de koningin. Ja, dat is echt. Ja? Dat is echt hoor. En waarom, Rieke? Omdat jij vindt dat ik heb zelf nooit gerookt. En ik vind bij een glaasje bier, hoort een sigaretje. Ja, als mensen dat willen. Ja, een beetje buurten. Sigaretje, sigaretje of wat dan ook, Hoe oud waren jullie toen jullie eigenlijk stopten? Ik was 55. Ik was 63.
63 jaar. Ja. Nee, dat onvolledig. Dat klopt ook, het werd ook tijd. En op een gegeven moment, Jozef. Ja, we hebben ze tijd gehad en dan juist. Ja. Ik ben, toen ik 20 was, ben ik begonnen en jij was 28. Nou, dan ben je nog jong. Ja. Maar op een gegeven moment dan heb je op de leeftijd gezegd van nou, wordt ook tijd dat er een keer andere dingen gaat doen. Want er zijn ook andere dingen in, als je het nog mee mag maken. Ja. Want dat is ook nog het verhaal. Ja, dat is je kunt wel allemaal plannen hebben, maar alles wordt vooral gepland, hoor. Ja. Hé, hey, Ricky en Gerard trouwens ook. Als jullie nou nog in jullie café komen, is er veel veranderd? We komen er niet meer. Maar nee, kom je er niet meer? We zijn er wel geweest. Die hebben we nodig, nee. Maar het is veel veranderd. Ja, want achter is alles weg, hè? De zalen zijn weg, alles is heel weg. Heel vreemd is daar. Ja, want je blijft net als het houdt erop. Ja, dan doe je die deur op en staat buiten. En staat buiten. Ja. Heb je het gemist toen jullie stopten? Ben je niet in een gat gevallen? Nee. Nee, dat niet. Maar we misten alleen de aanspraak. We zaten dus met z'n tweeën en we zeggen van, het is wel verrekt stil. En zondagsmorgens, dan zit ik ook, van 9 uur. Ik zei, ik hoef er niet uit, zeg ik. Want normaal moest ik eruit, want de deur moest om 10 uur open. Ja, en zo'n dingen allemaal in vrijdags met de markt. Koffie met al die mensen, ja. Ja, het is goed geweest, denk ik. Je hebt een mooie tijd gehad. Jawel, we hebben een prachtige tijd. Ja. We hebben ook een goede tijd gehad. En een goede tijd gehad, In het begin hadden we, kon niet op, hè. Ja, dat is wel fijn. Dat is heel fijn. Een goede buffel kunnen opbouwen, hè. Ik moet mij voorstellen, als ik nou nog had gezeten, hadden we toch niet meer. Josephine had niet, was niet leuk geweest. Het is niet leuk meer. Nee. Het is nou niet Want toen jullie er zaten, ben ik een café Zwaardel toen op de Maand? Dat was Walter Heer en Schouten. En Schouten. En het Ketelaars toch? Ja, die was toen al weg, hè. Die was toen dicht. Die is in, dat is waar. Maar die is dan wel even open geweest. In 71 is die afgebroken, En jullie begonnen, We zijn in 70. Oké. Want daar is heel lang een gat geweest in de markt, hè? Toen. Heel lang. Had ons Schouten ook, hebben we ook wel veel plezier mee gehad, hoor. Nou. Ja? Jawel. En nou, aardige mensen. Hart, ja? Ja. Gingen we zo ooit naartoe? Als de kroeg dicht. Was er geen concurrentie, zo? Nee, helemaal niet. Zo. Ja? Heel Want iedereen had zijn eigen klanten natuurlijk. Nou, maar ik zal het vertellen, wij zijn in 79 heb ik dan die, in 74 de zaal gezet. Ja. En in 79 hebben we de café helemaal verbouwd. Ja. En vanaf dat moment kwam, dezelfde jaar, kwam Huub Suzant en Henk Verbeter bij mij. Oké. En dat is het begin geweest, daar kon de boksen vooruit op de markt begonnen inmiddels. Dat is het jaar geweest. Toen kwamen ze bij mij en toen vroegen ze, Huub vroeg aan mij, Gerrit, wij willen met Koninginnedag willen wij een tent gaan zetten op de markt. Hebben jullie daar interesse in? Ik zei, nou, ik ga wel luisteren, hè. Ja. Hij noemde de prijs met de tentkosten, kostte 1900 gulden toen. En ik zat al een beetje, bij mijn verbouw, maar was een beetje tegengevallen. Ik zei, tegen mijn vrouw, ik ga wel eens informeren. Dus ik ga naar Schouten, ik ga naar Walter Heer, ik leg daarvoor. Jongens, de tent, dus wij moeten dan een 900 gulden betalen voor de tent. En de rest, de consumpties, alles moeten we zelf regelen, dus de inkomsten zijn voor ons. Als we de tent betalen, is goed. Dat kun je nooit verdienen, terugverdienen. Ja, dus zat ik te kijken, hè. Komt Huubjes aan, Huub en Henk komen terug. Ik zeg tegen Heer, ik zeg, weet wat ik doe? Ik neem het aan. In een eentje, dus die andere twee deden niet mee? Ja, toen deden ze nog niet mee. Maar ik heb altijd openstanders mee mogen doen, hè? Ja. Dus dat was niet het verhaal. Ik zeg, niet geschoten is altijd mis. En zo is het begonnen. Dus de koningin lag toen op de markt. Net als ik dat gedaan op de markt. Maar toen kwamen er allemaal die, Brabant Centrum, die stukken in, wat er gebeuren ging, kwam een programma in. Ja, toen kwamen ze toch naar mij toe schoorvoeten van, ja Gerrit, wij willen toch mee. Ik zei, nou is prima. Ja. Nee, het maakt niks aan de hand. Zo ging dat toen. Ja. Kijk, normaal, ja. Maar ik heb altijd voorop gestaan met gezamenlijk mee te werken. Als ze op de markt doen, is het allemaal mee. Ja. Dat hebben we altijd gedaan. Ja. En, is ook belangrijk, dus, hè? Ja, dat is heel belangrijk. En dat is goed gelukt, altijd wel, hoor. Ja. Toch wel. Terwijl het wel jullie alle drie totaal verschillende mensen zijn. Ja. Schouten, Walter Heer en jullie, hè? Ja, maar dat was... Dat moet toch kunnen, Jozefine. Ja. Je bent altijd verschillend van mens. Ja. Maar toen met de carnaval, ook met die tent, met die blurptent, was ook hetzelfde. Ja, hetzelfde. Ja, want toen hadden we ook die blurptent, hè? Ja, die heb ik kunnen. In het begin heb ik die alleen opgericht. Oké. Okay. Achter. Was er ook een hoop zorg, denk ik, hè? Dat was zeker een hoop zorg, maar die jeugd kon nergens naartoe, hè? Nee, die kon nergens. Want hoe oud waren ze toen, de kinderen die daar konden komen?
15, 16. Net, net voor de kroeg, schip. Denk ik, voordat ze naar het café konden. Dus en dan kwam jongeren ook nog wel bij, hoor. Ja? Maar er was, de hele jeugd die werd apart te vullen, maar er zat een gat in, hè? Ja, klopt. Er zat gewoon een gat maar in. Maar dat was wel leuk. En die liepen eigenlijk in de cafés, liepen ze eigenlijk in de weg. Ja. En in principe liepen ze in de cafés in de weg. Ja. En toen hebben we die blurbtent met Marcel Vergale hebben we toen gedaan, een paar jaar achter, hè? Achter. Was heel leuk. De ouders mochten komen kijken. Ja. Was heel leuk. Ja. En ja, toen is dat opgehouden. Toen mocht het niet meer. Waarom niet? Ja, ik had... toen wouden we voor naar de markt eigenlijk, hè, dadelijk. En toen kreeg ik met collega's allemaal, eigenlijk met collega's zaten allemaal een beetje tegen te werken. Ja. Dat, die konden het eigenlijk niet hebben dat ze goed liep. Nee. En die wouden ervan mee profiteren. Nou, en toen wouden ze op de markt en dat ging niet door. En toen heb ik gezegd, jongens, luister hier, je kunt niet zonder die tent, denk eraan. Dat is echt behoefte nou, je kunt niet zonder die jeugd. Die jeugd valt gewoon in de gat. Ja. Nou, toen hebben ze toch een paar keer op de markt hebben toen een vergunning gehad. En toen is het een keer fout gelopen. Ja. Is het een keer fout gelopen dan? Ja, toen. De buitenkant van de tent hadden ze binnen kwartier gesloten. En dan zitten er toch maar kinderen in zo'n tent. En dan wordt het toch wel heftig, hè, natuurlijk. Ja. Oh, jammer. Oh, is dat de reden waarom dat het toen op een gegeven moment niet meer door is gegaan? Toen is het meteen opgehouden, ja. Dus nee, was ook geen jongen. Dus dan is het risico te groot. Het verandert ook allemaal. De mensen veranderen allemaal en alles verandert. Ja, die saamhorigheid en het gemoedelijke, hè? Kijk, het kinderlijke van die kinderen is ook wat anders. Hè? Wij zijn naar Amsterdam geweest. Ik met de kinderen. En dus mensen gaan allemaal met een glas naar het toilet. Ik zeg, neem ze allemaal een glas mee. Allemaal bang dat ze er iets in gooien. Oh ja, tuurlijk, ja. Maar dat zie je hier ook. Hoe niet van Amsterdam te gaan, dat zie je hier ook voor. Je weet toch niet meer wat het is tegenwoordig. Wel? Nee. En dan heb je geen overzicht meer. Heb je helemaal geen overzicht meer. Nee. Want later is dat natuurlijk de kwekpoel geworden dan. Nee, de kwekpoel was van de kleintjes, hè. En dit was nog net boven de kwekpoel. Ja. Oh ja, die zat tussenin, hè. De sok heb ik toen zelf opgenomen, die voor de jeugd. Maar nou ook niet meer, hè. Nee, want die hangen de kwekpoel, daar gaat koren nou naartoe. 10 jaar. En ik weet wel zo van jongens die zo geen 18 zijn of wat dan ook, dat ze speciaal met een speciaal pasje toch wel bepaalde cafés binnenkomen. Want ja, die staan buiten. Hè? Ja, die staan buiten, dat klopt. Dat is toch wel sneu natuurlijk. Ja. Hè? Want dan gaan ze liggen vervelen nog. Ja, dat was carnaval was altijd moeilijk. Ja. Wat ik nou ook zo leuk vind, is dat jullie gewoon hier een bar hebben neergezet. Dus het is toch nog steeds een beetje marktzicht in het klein. Nou, ik zal jou eens vertellen, ik ben naar een beurs geweest in Rosmalen. Nou. En daar stond een barretje, een hoekbar stond er. Zo'n mooi ding. En zij was er niet weg te slaan. Vond ik zo mooi. Toen ik was tegen hem, ja. En op een gegeven moment, ik loop even naar die bar kijken. Ik zeg, wat moeten we met dat ding doen? Kunnen we er niks mee doen? Toen waren we er al uit. Nee, we zaten erin, dat was naar het Euvel. En het jaar erop zijn we weer terug naar die beurs gegaan, er stond er die bar niet meer. Ik zei, volgens mij is ze al verkocht, zei ik tegen haar. Maar op een gegeven moment is die bar, ik blijf kriebelen bij haar. Ja. En die gingen weer, als ik dadelijk ga verhuizen, dan wil ik een bar in huis. Ik zeg, Rieke, je bent niet goed wijs, man. Moet je dan mijn bar in huis doen? Ik zeg, kom eens op. Beetje caféke spelen. Ja. Nee, Sander, het mooiste komt. Nou, ik zeg kom op, dan gaan we maar kijken. Wij zijn naar een bouwer geweest, we gaan mee in huis gezocht. Ja. Prima. Maar dan komen ze plaatsen. En het was klaar. En dat was niet zo erg, maar op een gegeven moment gaat de bel. Want die mannen hadden allemaal gezien natuurlijk, hè. Dat ze hier een bar binnenbrachten. Die hebben gedacht, wij natuurlijk een café zouden beginnen, hè. Dat was zo mooi. En vergeet niet maar. Er komt er een bekende die hier over dit project ging. Die kwam hier binnengelopen. Dus ik moet even kijken naar die wand daar die ze gezet hebben. Maar dat was niet. Dat was niet. En op een gegeven moment, hij stond hier te kijken. Ik zeg, het is maar voor eigen gebruik ook. Gewoon een groep hier, hoor. Oh, dat is toch wel dat meteen gewoon zo al. Eens per jaar, één keer per jaar. Dan vieren we onze verjaardag. Ja. En dan zetten we een flesje bier onder. Dat is het enige wat we doen. Oh, leuk. En staan de agenda dan ook achter?
Nee, nou, in het begin wel. Oh, even kijken of alles goed draait. Ja, en dan, ja. Want de kinderen willen het ook voor het graag. Hè? Ja. Hé, hey, Rieke, maar is er jij nou niet zo ooit dat je stiekem denkt, ik ga even achter mijn bar staan? Nee. Even, ja, dat doe ik toch wel, als ik het schoonmaak. Dan stak het toch aan. Ja, ja. Kom schoonmaken. Leuk hoor, leuk idee. Spiegels erachter en verlichting erin. Nou, dat vind ik gewoon mooi. Ja. En toen kregen we van de Heineken, kregen we... Die tap. De tap. Oh, wat leuk, ja. En met afscheid, dus ja, ik zeg, nou kan je op. Ja, leuk. Helemaal goed. We zullen daar eens gaan kijken. En dan achter de bar, daar staat een vergistingstank. Trouwe afnemers van de Heineken, die staan met een hele grote, ik weet niet hoeveel liter binnen in kan. En dan hangt dan een plaat op onze naam op. Bij de Heineken, hè? Och, ja? Ja. Waar ze ook tegen dat we eruit gingen, moesten we naartoe. Ja. Jullie waren altijd wel goede klanten, denk ik. Van ja, we gingen in de miljoenen liter, zeg maar, hebben ze toen gezeten, is niet? Ja, dat weet ik niet. Ik, ja. Daar houden we allemaal niet bij. Ik geef er ook niks om. Hadden jullie ook van die grote tanks? Ja. Waar vier, waren die dan bij jullie? Vier. Stonden in de koelcel achter. Ja, vier tanks liggen. Vier tanks van 1000 liter. En die spoten ze gewoon vol met bier? Ja, die spoten ze van in slang. Ik kon het in het begin niet geloven. Nee. Ik zeg, hoe doen ze het toch, man, met slang? Net als je gaat tanken. Ja, het was gewoon mijn slang. Ja. Oh. Ja, mijn slang binnen. Ja. En we hebben aangekoppeld. En die tanks werden me zoveel tijd... Moesten zelf reinigen. Zelf reinigen. Oh ja. Ja. Maar hey, en dan de fusten waren toen weg voor. Ja. Ja. Dus je hoefde nooit meer een fusje te verwissen. Nee. Ja, maar dat was werken, die fusten. Ja, oh, en binnen dragen en dan weer... Nou, binnen dragen. Zijn dat voor de meeste cafés die voor van die tanks zijn we dan? Hebben de meeste cafés voor het van die tanks? Of zijn er nog met fusten werken? Van, ze hebben ook tanks van 500 liter, hè? Oh ja. Maar ik weet niet of dat de fusjes zijn er ook nog, hè? Ja, denk het wel, ja, ik denk het wel. Die gaan er zomaar niet uit. Nee. Ik denk dat ook als je zo terugkijkt, dat je op veel mooie herinneringen terug kunt kijken. Oh ja, natuurlijk. Ik ben ook een keer begonnen om mijn boek te schrijven. Ja. Ik zeg, ik schaai hem uit, want er komt geen eind aan. Als je nou het over mocht doen, zou je het dan nog doen? Nee. Zo wel, als ik het nog over mocht doen, zo deed we hetzelfde als nou. Ja, ja, als ik hetzelfde, oké, okay, dan zouden we hetzelfde doen. Maar als ik zeg nou dat je bent allebei jong en je mag kiezen wat je wilt, zou dat dan weer... Om deze tijd? Ja, misschien deze tijd. Nou, daar zou ik er zwaar over nadenken. Nou, deze tijd, maar oké, okay, maar toen jullie echt jong was, zou het dan, wat je nou... Dan wel. Ja, zou het dan nog wel doen? Het is wel jullie ding zo geweest. Ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik vond het ook leuk om al die oude herinneringen weer met jullie door te nemen. Sommige dingen herken ik nog als jong meisje. Ik wens jullie een hele goede oude dag. Ja, ja, dankjewel. Dat je allebei nog veel rond mag fladderen door Bokstel. Nou. Want je hoort wel een heel stukje bij Bokstel. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Oké, dankjewel, Jozefien.